Goedemiddag iedereen. Welkom bij deze webinar COVID en kinderen. We hebben deze webinar georganiseerd omdat we voelden dat er nood was om de recente inzichten over COVID en kinderen op een rijtje te zetten. Zeker nu in het kader van de nieuwe golf. In de pers vallen de meningen over elkaar heen, zeker wat betreft kinderen en vaccinaties. En om duidelijk te maken hoe moeilijk dat het soms is om door de bomen het bos te zien, haal ik een mail aan van een collega, huisarts die werkt in een vaccinatiecentrum, gestuurd naar een van de experten, die schreef: hoe moet ik tegenwoordig die tegenstrijdige gegevens interpreteren? De lokale kinderartsen spreken van een sterke toename van opnames van kinderen met COVID. We zien meer MSC, dus het multisysteem inflammatoire syndroom door COVID. En er worden ook meer kinderen doorgestuurd naar de PICU. Hoe moeten we dit interpreteren als de bevoegde minister dan wel spreekt van een verkoudheidsvirus bij kinderen dat nauwelijks verdient om in de aandacht te komen? Daarom vonden we dat het belangrijk was om weer wat helderheid te brengen en hebben we het programma een klein beetje omgegooid. We beginnen met Jeff Willems, de kinderarts-intensivist van het UZ Gent, die wat over kliniek zal spreken en waarbij duidelijk zal belicht worden dat er twee belangrijke items zijn, namelijk het ernstige COVID bij kinderen. Hoe vaak komt dat voor? Is dat belangrijk? En ten tweede, MSC. Ook de tweede spreker, Philomeen Haring, zal op die twee entiteiten focussen en zal vooral het immunologische aspect belichten aan de hand van studies, ook eigen studies. Om dan te eindigen met Petra Schelstraeten, onze infectiologe, die vooral over vaccinatie gaat spreken. En dat is een item waar we het meeste tijd gaan aan besteden. De bedoeling is dat we nog een beetje tijd over hebben, maar dat zal een beetje afhangen van hoe lang de presentaties uitlopen. Misschien één vraag voor elke spreker en misschien twee of drie voor de laatste spreker, maar we zien wel wat de tijd toelaat. Al 1:15 zouden we de webinar afsluiten. En voor ik het woord geef aan de collega Jeff Willems, wil ik gewoon nog eens mijn appreciatie uitdrukken voor mijn drie collega's die in deze tijden waar er extreme soepelheid, extreme oplossingsvermogen gevergd wordt door de uitval van personeel, dat zij toch de tijd gevonden hebben om zich in te werken in de nieuwe literatuur. En ik wou eigenlijk eindigen met een slogan van de onvolprezen serie Het Eiland. Jongens, ik ben blij dat jullie in mijn team zitten. Oké, dank u Sabine. Na deze belangrijke slide stel ik voor dat we de klinische relevantie en dilemma's geassocieerd met acute COVID-respiratoire pathologie illustreren aan de hand van een snapshot dat ik gisterochtend maakte op onze afdeling intensieve zorg pediatrie. Wanneer we hier het vloerplan zien, dan merken we in de eerste hoekkamer een jongen van 13 jaar met ernstige comorbiditeit, neuromusculair lijden en cardiomyopathie, die in de context van een acute COVID-infectie maligne arritmieën ontwikkelt, waarvoor reanimatie en defibrillatie met goede uitkomst. Een beetje verder vinden we een jongetje van 1 maand oud met een acuut viraal syndroom met sepsis en koorts, COVID-positief. Er volgt een laagdrempelige doorverwijzing gezien de jonge leeftijd met eigenlijk een gunstige kliniek. Nog wat verder in de volgende hoekkamer vinden we een meisje van 6 maanden oud, medisch complexe situatie met chronische ventilatie via een tracheacanule, loopt tijdens de hospitalisatie een COVID-infectie op met respiratoire deterioratie, maar toch milde klachten. En tenslotte in de laatste hoekkamer een meisje van 10 jaar, acuut doorverwezen omwille van een acuut myocardfalen, een beeld van een virale sepsis, nood aan invasieve mechanische ventilatie, hoge dosissen vasoactieve medicatie. Meisje is COVID-positief. Uiteraard zijn we uitgebreid aan het onderzoek naar alternatieve diagnoses. Gebeurde uitgebreide
investigaties. En dat brengt ons bij een paar diagnostische dilemma's. Zijn deze kinderen ziek door COVID of zijn ze opgenomen met COVID? Hoe dan ook is het bekend dat kinderen met chronische morbiditeit kunnen exacerbaties kennen in de context van ook andere virale infecties. En dan hebben we het nog niet gehad over uitval van verpleegkundigen, bezoekers, ouders, familie die COVID-positief zijn en de isolatiemaatregelen daar rond, de aanwezigheid van immuungecompromitteerde patiënten op de afdeling. En u kan zich voorstellen dat de situatie toch complex aan het worden is. Nu, het is belangrijk inzicht te hebben in welke patiëntenpopulatie in het ziekenhuis dient opgenomen te worden naar aanleiding van een acute COVID-gerelateerde ziekte. En in dit cohort van bijna 300 kinderen voldeed plusminus de helft ervan aan de WHO-criteria voor acute respiratoire ziekte veroorzaakt door COVID. Criteria inclusief een positief PCR en bepaalde klinische en radiologische bevindingen. Het gaat hier om patiënten met een medisch complex profiel. En dan spreken we over kinderen met immuundeficiënties, met congenitale afwijkingen, met trachea-cannulus, met significante comorbiditeit. Minder dan de helft van hen dient opgenomen te worden in een intensieve zorgafdeling voor kinderen. Maar een belangrijke proportie hiervan dient invasief geventileerd te worden. De mortaliteit binnen het volledige cohort valt bijna exclusief binnen deze subgroep. Maar opnieuw kan je de vraag stellen, wat is de factor van het onderliggend lijden en wat is de factor van de acute infectie? Wat is de behandeling bij acute COVID-infecties bij kinderen? Ja, die blijft in de eerste plaats supportief. En de gekende richtlijnen omtrent aanpak van respiratoire falen, van shock, van renal replacement therapy, die blijven eigenlijk gelden. Maar in deze richtlijnen, uitgeschreven door de ESPNIC, valt er vooral een bijzondere aandacht voor tromboprofilaxis en heparinisatie bij CRRT op. De plaats van antivirale medicatie en monoclonale antilichamen is veel minder goed bekend en daar zijn minder data voor. Uiteindelijk wordt er vooral geëxtrapoleerd naar de strikte criteria bij de adulte populatie en heeft er vooral een plaats bij het vroegtijdige behandeling tijdens de opname met het oog op het voorkomen van een deterioratie bij een groep kwetsbare, lees- en immuungecompromitteerde patiënten. Goed, als tweede topic ging ik MSI onder de loep nemen. Dus laat ons even recapituleren en teruggaan in de tijd. We spreken april 2020, het lijkt een eeuwigheid geleden. Het epicentrum van de pandemie bevond zich op dat moment in Bergamo en daar werd op een korte periode een 30-voudige toename in incidentie van voorkomen van de ziekte van Kawasaki vastgesteld. En men ziet dat dat bijzonder zieke kinderen zijn, waardoor men vaak naar tweedelijnstherapie moet overgaan. Op hetzelfde moment wordt in Londen een cluster van 8 patiënten met hyperinflammatie, shock en multiorgaanfalen beschreven. De kinderen hebben kenmerken van de ziekte van Kawasaki en toxic shock syndroom. Er is mortaliteit mee geassocieerd. En er is een duidelijke link in de tijd met de eerste golf van besmettingen met COVID-19 in de populatie. Dit resulteerde dan in het opstellen van een gevalsdefinitie. Het kind kreeg ook een naam. In de eerste instantie spraken we over PIMS, of Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome. En er gebeurden uitgebreide warnings binnen de medische beroepsgroepen. Ondertussen zijn we 20 maanden verder en ongeveer 870 publicaties op de zoek naar MSI alleen al binnen PubMed verder. En heeft iedereen de naam Multisystem Inflammatory Syndrome in Children of MSI geadopteerd volgens de casusdefinitie van de WHO, die ik nu niet in detail ga overlopen. Ik wil hier een typisch casus bespreken. Enige weken geleden hebben we een meisje van 14 jaar bij ons opgenomen. Zij had geconsulteerd op de spoedopname met eigenlijk een kort verhaal van acute hoofdpijn en braken. En sinds de dag van presentatie koorts, hevige buikpijn en anorexie. Wanneer dat we gaan polsen naar mogelijke corona, blijkt ja, dat er uiteraard hoogrisicocontacten zijn. In de huidige epidemiologische situatie kan dat ook niet ergens. Maar een sneltest is negatief en het meisje blijkt dubbel gevaccineerd. Het klinisch tableau is vooral abdominaal, met een klinisch diffuus druk, pijnlijk abdomen en duidelijk spierverzet. En de echo kan passen bij een acute appendicitis. Dus het meisje gaat naar de operatiezaal, er vindt een laparoscopie plaats die negatief is.
Tijdens de operatie wordt ze opvallend hypotensief. Er vindt uitgebreide volumeresuscitatie en het opstarten van catecholamines plaats. En ze wordt doorverwezen naar onze afdeling. Verdere analyse van de laborresultaten toont uitgesproken tekenen van inflammatie met, en dit is een kardinaal kenmerk, een heel lage absolute lymfocytencount, hoge D-dimeren, hoog CRP, gestegen ferritine. De PCR, zoals gezegd, was negatief voor COVID-19, maar de antinucleaire antilichamen blijken positief. Wat kan richtinggevend zijn voor een recente infectie? Echocardiografisch zijn er een aantal kenmerken die typisch zijn, met prominent voorkomende hyperchogene coronaire zonder dilatatie en met voor haar een normale ventrikelfunctie. Dus dit meisje krijgt de diagnose MESI opgespeld, wordt behandeld volgens de richtlijnen die ik zo meteen ga toelichten en kent een gunstig verder verloop. Nu, wat zijn die klinische kenmerken van een MESI? Kinderen hebben allemaal koorts. En dan heel opvallend, en Philomeen zal u straks uitleggen hoe dat komt, het gastrointestinale, het abdominale tableau staat op de voorgrond met abdominale klachten in de grote meerderheid van de kinderen. Vele kinderen zijn ook tachycard of vertonen tekenen van shock of myocarditis. Een minderheid ook afwijken van de coronaire. En dan spreken we over dilatatie of aneurysmata. En een vaak onderkend probleem is dat van aritmieën, waar dat zeker een graad 1 of 2 AV-blok frequent beschreven wordt. Goed, een minderheid van de patiënten heeft echt klachten van diepere luchtwegpathologie met dyspnee en infiltraten. Een ander kwart zal ook bovenste luchtwegklachten kennen. Als risicofactor wordt obesiteit duidelijk geïdentificeerd. En dan belangrijk, ongeveer een kwart van de kinderen voldoet aan de criteria voor complete Kawasaki-ziekte, een ander kwart incompleet. De ziekte van Kawasaki is net zoals MESI een ziekte die gedefinieerd wordt volgens criteria. Dat wil zeggen, er is geen één enkelvoudige diagnostische test. Het gaat om een vasculitis van middelgrote vaten, die vooral de coronaire aantast. En die kan resulteren in permanente beschadiging van de coronaire, tenzij er vroegtijdig behandeling met immunoglobulines opgestart wordt. De kliniek ga ik even terzijde laten. Goed, wanneer we naar dezelfde populatie gaan kijken als tevoren en gaan vergelijken met die groep met acute respiratoire COVID-19-infectie, dan zien we een ander beeld. Het gaat hier, en hier is het in de Angelsaksische populatie komt dat stevast naar voren, dat er zeker een etnische predispositie is. Het zijn kinderen die vaker gastrointestinale symptomen hebben en cutane manifestaties. Ze hebben uitgesproken tekenen van inflammatie. Dit zijn heel zieke kinderen met vaak circulatoire falen die meestal een PICU-opname vragen, maar wanneer ze tijdig behandeld worden, ook een uitstekende prognose hebben. Dus mortaliteit is bijzonder laag en typisch minder dan 1% in de MESI-populatie. Dit is een beetje onze eigen ervaring. Dus tot nu toe hebben we op onze intensieve zorgafdeling voor kinderen 26 kinderen behandeld met orgaanfalen in de context van MESI. De opnamepieken, als je het zo mag noemen, gingen grofweg gepaard met de besmettingspieken in de algemene populatie. En wat dat opvalt, is dat vooral in het najaar van vorig jaar en nu ook in de maand januari, dat er een opvallende toename is. En dat gaat uiteraard gepaard met de enorme verspreiding van het virus in de jonge en schoolgaande populatie. Opvallend gaat vooral om erg jonge kinderen, 11 jaar of jonger. Nu, het klinisch patroon is heel... goed, de kinderen voldoen allemaal aan de WHO-criteria, maar de klinische presentatie kan wisselen. We hebben al patiëntjes gehad die ook HLH-criteria hebben. We hebben kinderen gehad waarbij een neurologische morbiditeit op de voorgrond staat en die zelf achteraf in een revalidatieprogramma moeten stappen. We hebben al eentje gehad met refractair circulatoire falen, waarbij we zelf moeten overgaan tot mechanische ondersteuning. En opvallend ook, kinderen zijn dan wel geen kleine volwassenen, maar volwassenen zijn af en toe toch grote kinderen. Ook bij onze adulte collega's hebben al jongvolwassenen op hun afdeling gehad die voldeden aan MESI-criteria en goed antwoorden op de behandeling. Goed, de vraag stelt zich dus of MESI één enkelvoudige klinische entiteit tijd voorstelt en ook één enkele behandeling vraagt. Een latente klasseanalyse, waarbij dat er groepen met gelijkaardige kenmerken worden onderscheiden op een groot cohort in de Verenigde Staten, toont inderdaad drie patronen. De eerste klasse
is die wat je een klassiek Messie zou kunnen noemen. Een beetje de groep die, zoals die in Londen voorgesteld was initieel, met shock, multiorgaanfalen en een abdominale presentatie. Zijn vaak kinderen met een negatieve PCR en positieve serologie. Dan wordt er zo'n overlapsyndroom beschreven met acute COVID-ziekte, waarbij respiratoire pathologie op de voorgrond staat. Kinderen die vaak PCR-positief zijn. En de mortaliteit vindt in deze groep plaats. En dan wat men soms in de literatuur een mucocutane groep noemt. Kinderen die vaker rash hebben, Kawasaki disease, kenmerken kennen. Een gemengd patroon kennen van PCR of serologie die positief is. En minder vaak intensieve zorg gaan nodig hebben. Goed, hoe zit de aanpak eruit? Er zijn een aantal basisprincipes. Hè. Dus het herkennen is belangrijk. Koorts is belangrijk, die gastrointestinale symptomen zijn belangrijk. Maar toch blijft het cruciaal van u aan de casusdefinitie te houden en u niet te laten verleiden van elk kind met koorts als een messie te gaan beschouwen, uiteraard. Cruciaal, wanneer dat je het vermoeden hebt, is van ook een bloeddruk te gaan meten, want dat is natuurlijk belangrijk in de triage van waar moet mijn kind opgenomen worden. Nogmaals, pas op voor tunnelvisie. Het is niet omdat een messie een appendicitis kan mimeren dat er niet vroeg of laat een appendicitis tussen zit. Belangrijk, en we zullen straks daar tonen hoe wij te werk gaan, is dat er laagdrempelig overleg plaatsvindt met een multidisciplinair team. En wanneer daaruit besloten wordt van lokaal te gaan behandelen, wanneer de patiënt stabiel is, is het belangrijk van beducht te zijn op deterioratie en een early warning systeem te gaan installeren. Supportief beleid is niet anders dan voor andere zieke kinderen, maar wanneer er orgaanfalen optreedt, is een verwijzing naar een PICU gewettigd. Goed, behandeling is eigenlijk geëxtrapoleerd uit behandeling van aandoeningen met gelijkaardige kenmerken als Kawasaki-ziekte of toxic shock syndroom en is gestoeld op het onderdrukken van de immuniteit met immunoglobulines, met steroïden, met bioagents in een tweede lijn. Een consortium van Belgische pediatrische societies heeft uit de beschikbare data een protocol gedistilleerd waarin gestratifieerd wordt volgens ernst van ziekte en volgens eerste, tweede, derde lijnsbehandeling, dat ook gepubliceerd is op de website van Cienzano. Dit is een interessant inzicht. De Best Available Treatment Study bundelde eigenlijk de ervaringen klinisch en qua therapie van klinici over de ganse wereld, die uitgenodigd werden om data te gaan poolen in een studie, waar het eindpunten van de statistische analyse waren orgaanfunctie ondersteunende behandeling en severity of illness scores op dag 2. En wat blijkt dat de groep enkel behandeld met steroïden, de groep enkel behandeld met immunoglobulines en de groep behandeld met een combinatie van tweede eigenlijk dezelfde uitkomst hebben. Ook op een achtergrond van schaarste van immunoglobulines krijgen steroïden meer en meer een prominente plaats in de aanpak. Dat vertaalt zich alleszins al in ons intern protocol en mogelijk in de toekomst ook in een nieuwe versie van die op Cienzano. Hoe gaan wij te werk? Wij geloven in multidisciplinariteit. We hebben een MSI-team waarin volgende disciplines vertegenwoordigd zijn. Kinderimmunologen, reumatologen, cardiologen, infectiologen en intensieve zorgspecialisten. We zitten wekelijks samen, bespreken opgenomen patiënten, bespreken patiënten waar telefonisch overleg over geweest is, bespreken nieuwe literatuurinzichten en bespreken hoe we patiënten gaan opvolgen. Er zijn verschillende methodes in het leven geroepen om eigenlijk in overleg te gaan met verwijzende kinderartsen. Eerst en vooral, wanneer bij acute presentatie vindt een triage plaats van kan er lokaal behandeld worden, moet er doorgestuurd worden naar een PICU. En dat gebeurt in overleg met een pediatrisch intensivist. De verdere follow-up, de verdere diagnostische vragen kunnen eigenlijk gesteld worden via een e-mailadres of via een directe lijn die bemand wordt door kinderreumatologen en immunologen. Follow-up wordt als volgt georganiseerd. Wanneer er cardiale afwijkingen vastgesteld worden bij presentatie, vindt na 6 weken een controle plaats met al dan niet echo, EKG of Holter. De reeds beschikbare data tonen ons dat cardiale lange termijns follow-up eigenlijk heel hoopgevend is, met meestal een herstel van ventrikelfunctie en van het normale hartritme op lange termijn.
Een heel belangrijk item is het afbouwen van de corticotherapie. En we merken dat wanneer dat snel gebeurt, dat er een relapse kan plaatsvinden met alsnog in een tweede tijd een IZ-opname. Dus dat moet nauwlettend getaperd worden, opgeleid van kliniek en van frequente inschatting van inflammatie in bloed. Bij ons gebeurt dat op wekelijks, tweewekelijkse basis door kinderimmuno of rheumato, maar ook vaak in overleg met de eigen kinderarts. Er vindt gestructureerde follow-up plaats op de polyimmunologie. En er is zeker heel veel vraagtekens nog naar langdurige of effecten op lange termijn. En dan vooral op neurologisch, psychosociaal gebied. De data die al beschikbaar zijn, tonen dat ongeveer een derde van de kinderen 8 weken na presentatie nog van uitgebreide vermoeidheidsklachten klaagt. Goed, ik ben aan het einde van mijn klinische inleiding gekomen. Dit zijn mijn take-home messages. Acute SARS-CoV-2-infecties kennen gewoonlijk een mild verloop, behouden ze bij ernstige comorbiditeit. MIS-C komt zelden voor, maar veroorzaakt echt significante morbiditeit met vaak IZ-opnamecriteria. Er is een uitstekende overleving, mits ze tijdig herkennen en mits een correcte multidisciplinaire aanpak. De huidige behandeling die is gebaseerd op expertopinie, op extrapolatie van aanpak van aandoeningen met gelijkaardige kenmerken. Maar we hopen dat door het beter aflijnen van subgroepen binnen dat spectrum, dat er meer treatment op maat van de patiënt kan plaatsvinden. We hebben zeker data nodig over morbiditeit op lange termijn. En uiteraard is altijd de vraag, what's next? Wat gaat de impact zijn van de Omicron-golf? Wat is de impact van volgende varianten? Maar mijn collega's zullen daar dieper op ingaan. Ja, en dan Philomeen Haring. En dan graag Philomeen. Goedemiddag. Waarom wordt een kleine groep, voorheen meestal gezonde kinderen, dan toch opgenomen op intensieve zorgen na een SARS-CoV-2-infectie, zoals daarnet heel mooi geïllustreerd door Jeff Willems? Als kinderimmunoloog en onderzoeker in het PED Research Labo heb ik tijdens de voorbije 2 jaar samen met mijn onderzoeksteam en met een internationaal consortium immunologisch onderzoek gedaan om op zoek te gaan naar antwoorden op deze vraag. Wanneer we verder inzoomen op wat gebeurt er nu specifiek na SARS-CoV-2-infectie, dan eerste deze figuur kennen jullie. We weten dat bij de meeste kinderen na een acute SARS-CoV-2-infectie dat je een mild verloop hebt. En dan pas in een tweede fase, dus een bifasisch verloop, kan je een ongecontroleerde ontstekingsreactie krijgen, zoals bij kinderen benoemd als MIS-C. Maar wanneer we verder inzoomen op het immunologisch antwoord, dan zien we dat tijdens de eerste dagen na een SARS-CoV-2-infectie vooral het aangeboren immuunsysteem een belangrijke rol speelt en meer bepaald vooral de type 1 interferonen. Type 1 interferonen, het woord zegt het zelf, het zijn signaaleiwitten die interfereren met het virus. Ze zorgen ervoor dat het virus wordt uitgeschakeld en dat het virus zich niet verder kan vermenigvuldigen. Wanneer een epitheliale cel ter hoogte van de neusleemvliezen of de luchtwegen wordt geïnfecteerd met SARS-CoV-2, dan ontstaat er een extreme signaalkaskade met vooral activatie van de toll-like receptoren en productie van type 1 interferonen. Dus dat is interferon alpha, beta, omega. Deze gaan binden met de receptoren ter hoogte van de geïnfecteerde cel. Daarop volgt opnieuw een activatie, signalisatie met transcriptie van interferonstimulerende genen die uiteindelijk het virus proberen uit te schakelen. Tijdens de eerste dagen, naast de type 1 interferonen, gaan ook de NK-cellen een belangrijke rol spelen in het proberen te elimineren van het virus. Pas vanaf 5 tot 7 dagen na een SARS-CoV-2-infectie gaan de immuunonderdelen van het verworven of het adaptieve immuunsysteem een rol spelen, meer bepaald de virusspecifieke cytotoxische T-cellen en finaal de productie of de aanmaak van antilichamen. Vooraleer dat we verder ingaan op de ernstige COVID-19 bij kinderen, moeten we toch ook blijven aanhalen dat de grootste groep van deze kinderen een mild verloop vertonen, milde infectie. En tot op heden, van in het begin van de pandemie, maar ook nog tot vandaag, zijn er heel veel hypothesen. Nog altijd meer vragen dan antwoorden. Misschien toch een aantal zaken die ik met jullie wil dieper op ingaan. Mogelijk zijn er minder
ACE2-receptoren, ter hoogte van de nasale slijmvliezen bij de kinderen, waardoor dat het virus minder de kans krijgt om binnen te dringen in de cellen. Anderzijds, zoals daarnet toegelicht, de cruciale rol van type 1-interferonen, weten we dat bij kinderen deze type 1-interferonreactie heel sterk geactiveerd is. En vandaag wordt er ook gesproken over vaccinatie, maar ook dus binnen het immunologisch antwoord bij kinderen tegenover SARS-CoV-2 is het belangrijk te vermelden dat een grote groep van deze kinderen tijdens de eerste levensjaren heel veel wordt blootgesteld aan vaccinaties. Dat wil zeggen dat hun immuunsysteem in continue activiteit is en dan ook klaar staat om onmiddellijk in verdediging te gaan tegenover SARS-CoV-2. Het getraind immuunsysteem. We weten allen dat het verworven immuunsysteem in staat is om geheugencellen aan te maken. Maar recente inzichten in de voorbije jaren hebben aangetoond dat ook het aangeboren immuunsysteem een geheugenfunctie kan opbouwen. En we weten dan ook dat kinderen verkoudheden worden veroorzaakt ook door bijvoorbeeld de beta-coronavirussen. Dus kinderen maken antilichamen aan tegenover de spike-eiwitten van de beta-corona-verkoudheidsvirussen, maken ook geheugen-T-cellen aan en die herkennen ook het spike-eiwit van het SARS-CoV-2. Dan spreken we over de gekende cross-immuniteit die kan optreden, waardoor dat kinderen minder ernstige COVID-19 gaan doormaken. T-celrespons, T-celactiviteit speelt een belangrijke rol in de ongecontroleerde ontstekingsreactie, cytokinestorm bij de volwassenen. Bij kinderen zijn deze T-cellen minder geactiveerd en zal mogelijk ook verklaren waarom ze minder dat cytokinestormverhaal vertonen. Maar terug naar ernstige COVID. Van in het begin was duidelijk dat een aantal mensen geen last hebben van een SARS-CoV-2-infectie, terwijl dat bijvoorbeeld bepaalde jonge mensen zonder onderliggende comorbiditeit toch een ernstige COVID-infectie. We kennen allemaal de verhalen tijdens de eerste maanden van de pandemie dat gezonde jonge sporters de dag voordien bij wijze van spreken nog aan het trainen waren voor een marathon en de daaropvolgende dag al op intensieve zorg beademd lagen na een SARS-CoV-2-infectie. De vraag is, hoe komt dit? Dit is niet zomaar een toeval. En dan heb je ook de tegenovergestelde kant. De tegenovergestelde kant, mensen met nogthans een zekere oudere leeftijd, ernstige comorbiditeit, die ondanks extreme blootstelling aan een hoge hoeveelheid van het virus toch niet ziek worden, de zogenaamde resisters. Maar laten we eerst terugkijken wat we al wisten voor de COVID-pandemie. We weten, en we vergeten dat nog, maar ook kinderen konden ook voor de COVID-pandemie en ook gezonde volwassenen overlijden ten gevolge van dus de klassieke seizoensgriepvirus, influenza. Of een klassieke herpes simplex-infectie kan bij kinderen ook een ernstige encefalitis veroorzaken met overlijden als gevolg. En ook hier zien we dat hier de type 1-interferonen een cruciale rol vonden. En in de voorbije jaren zijn heel wat defecten in deze signalisatiekaskade met een verminderde interferon 1-productie aangetoond als oorzaak bij deze ernstige influenza-herpesinfecties. En van daaruit zijn we dan ook vertrokken met het idee, mogelijk zijn er gelijkaardige defecten die aan de oorzaak liggen van ernstige COVID-19. En in het begin van de pandemie heeft professor Casanova en Helen Su van dus New York via Twitter, want tegenwoordig is Twitter een heel belangrijk medium ook om aan wetenschappelijk onderzoek en informatie uit te wisselen, heeft hij een oproep gelanceerd van het kan geen toeval zijn dat voorheen gezonde mensen toch op intensieve zorg liggen. Er moet een probleem zijn met het immuunsysteem. En zo heeft hij een heel groot internationaal consortium, het COVID Human Genetic Effort Consortium, dat bestaat uit meer dan 80 verschillende landen opgericht. En nog sinds april 2020 hebben wij elke week op maandag om 14:00 een Zoom-meeting met de verschillende 80 verschillende centra. COVID-onderzoek zorgt ervoor dat alle grenzen verdwijnen. Vanuit het UZ Gent, samen met de collega's van UZ Leuven, coördineren wij deze studie voor België met heel veel centra. En ik wil dan ook alle deelnemende centra bij deze bedanken voor hun deelname. Wat houdt deze studie in? In deze studie worden zowel volwassenen als kinderen, zonder onderliggende comorbiditeit, geïncludeerd, die opgenomen worden in het ziekenhuis, hetzij op de midcare, hetzij op intensieve zorgen, met een ernstige COVID-pneumonie, met MIC-encefalitis, uitgebreid genetisch onderzoek, immunologisch onderzoek gebeurt.
En binnen de 5 maanden na het lanceren van de ZIT-consortium werden al de eerste resultaten in Science gepubliceerd op basis van uitgebreid onderzoek bij meer dan 600 patiënten met ernstige COVID. En de resultaten van genetisch onderzoek werden vergeleken met de resultaten van genetisch onderzoek met patiënten die mild tot geen ernstige COVID-19. En wat heeft deze studie aangetoond? Dat bij 14% van dus deze patiënten er een afwijkend of onvoldoende type 1 interferonproductie werd aangemaakt. In 4% was dat een gevolg van een genetisch defect. In 4% was dat een gevolg van een genetisch defect in deze signalisatiekaskade, zoals daarnet aangemaakt. Maar in 10% stelden we vast dat ze ook niet in staat waren om interferonen aan te maken. Maar er werd geen genetisch effect aangetoond. Nee, bij deze groep werd vastgesteld dat er auto-antilichamen specifiek gericht tegen de type 1 interferon aanwezig waren. Dit is een nieuw inzicht, een nieuw ziektebeeld, die er ook voor zorgt dat bij die patiënten tijdens de acute fase geen type 1 interferon kan aangemaakt worden. Vergelijk bij invasieve influenza slechts 1% verklaring, nu op 6 maanden tijd 14%. Van de patiënten met ernstige COVID hebben een immunologische verklaring. Dit is een familie doorgestuurd door collega Benoît Florquin, kinderarts uit UCL. Een jongen met een blanke voorgeschiedenis, opgenomen met een zuurstofnood omwille van een COVID-pneumonie met het beeld van een lymfopenie. Maar in de familiale anamnese zijn maternele oom, 52 jaar, enkele risicofactoren, uitgebreide beademing naar aanleiding van een bilaterale pneumonie. Dit kan geen toeval zijn. Zijn beide ouders en zijn zus milde COVID zonder nood aan opname. Binnen dit immunologisch genetisch onderzoek hebben we vastgesteld dat de jongen en zijn maternele oom beiden een defect hebben in de toll-like receptor 7. Defecten in toll-like receptor 7 dus, die spelen een belangrijke rol in de aanmaak van type 1 interferonen, als verdediging tegenover SARS-CoV-2, werden aangetoond bij 1% van dus de mannen uit een grote groep van 1200 patiënten met ernstige COVID. En als je hier kijkt, een grote groep, dus 4 van dus deze 16 mensen uit het groot consortium, zijn kinderen onder de 20 jaar. Dit is een verkleining van de belangrijke verklaringen waarom vooral mannen ook een ernstige COVID-infectie vertonen. En dat zien we ook bij de kinderen. Als kinderimmunoloog en behandelarts van immuunstoornissen krijgen we heel veel verontrustende telefoons van de ouders van mijn kind heeft een immuunstoornis, dus het zal wel ernstig COVID-19. Vooruit, dus na 2 jaar onderzoek en observatie kunnen we vaststellen dat slechts een beperkte groep aan immuunstoornissen ernstig COVID vertoont. Neutrofielen, patiënten die niet in staat zijn om interferonen aan te maken. En verrassend zien we dan ook in deze studie dat een aantal patiënten, bijvoorbeeld patiënten die totaal geen immunoglobulines kunnen aanmaken, agammaglobulinemie, veroorzaakt door een defect in het bruton-kinase-enzym, dat die eerder een milde COVID doormaken. Dus het is duidelijk dat je niet echt antilichamen nodig hebt om je te verdedigen tegen SARS-CoV-2 en dat mogelijk een defect beschermd kan zijn. Aan de hand van deze inzichten kunnen we ook beter verklaren welke type immuunstoornissen ernstige COVID vertonen. En tot slot hebben we tijdens de voorbije 2 jaar uitgebreid onderzoek gedaan om te proberen te verklaren hoe komt het nu dat bepaalde kinderen wel een missie ontwikkelen en andere niet. En dit onderzoek werd uitgevoerd in mijn onderzoeksteam, dus door mijn doctoraatsassistent en kinderarts in opleiding Dr. Levi Goste en Simon Tavernier, postdoc en rechterhand in mijn onderzoekslabo. 14 missiepatiënten werden geïncludeerd, bloedstalen acute fase 1 week na de behandeling. En dat werd vergeleken met volwassen patiënten met een ernstige COVID-pneumonie. Wanneer we dan bijkomende bepalingen doen, dan hebben we vastgesteld, en dat waren toch wel zeer verrassende bevindingen, dat bij hier in het rood weergegeven de patiënten met een missie, dat zij een verhoogde productie hadden van fatty acid binding protein. Dat is een eiwit dat specifiek tot excretie komt na darmschade. En dit verklaart dan ook waarom, zoals er is eerder aangehaald door Jeff, dat meer de grootste groep aan de patiënten vooral gastro-intestinale symptomen vertonen. We zien ook dat er een verhoogde aanwezigheid is van angiopoïetine 2, dus een typische biomarker bij endotheel schade. En in tegenstelling tot de volwassen patiënten met een COVID, waar dat je vooral alveolaire schade hebt, met dus een verhoogde productie aan SRH, was dit niet het geval bij onze missiepatiënt.
Type 1 interferonen spelen een belangrijke rol in de acute fase, zoals hier bij de volwassen patiënten na een SARS-CoV-2-infectie, zoals daarnet uitgebreid toegelicht. Bij onze patiënten bij MIC zien we geen verhoogd type 1 interferonen, maar vooral type 2 interferonen, interferon gamma. Een andere vorm van inflammatie dan hetgene dat we kennen bij de cytokinestorm bij de volwassenen. En dan hebben we verder ingezoomd op welke specifieke cytotoxische T-cellen spelen een rol bij de MIC-patiënten. En dan hebben we een heel specifieke subgroep kunnen aantonen. En deze subgroep die zou mogelijk suggestief zijn voor het feit dat MIC optreedt door een superantigenstimulatie. Samenvattend speelt interferon gamma een cruciale rol in de samenwerking met verschillende geactiveerde immuuncellen, speelt darmschade een belangrijke rol, verklaart de gastrointestinale symptomen bij deze patiënten. Zien we dat alle patiënten met MIC een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie hebben, eerder type 2 interferonen spelen een rol, specifieke T-celreceptoren, dus mogelijk eerder een superantigenverhaal, en ook biochemisch zien we een normalisatie. En ik wil dan graag concluderen dat wanneer je een patiënt hebt met ernstige COVID bij kinderen, dat je twee groepen hebt. Enerzijds de patiënten met een ernstige COVID-19-pneumonie, comorbiditeit, bepaalde vormen van immuunstoornissen, maar ook een grote groep aan voorheen gezonde kinderen. En het is cruciaal dat we deze kinderen diagnosticeren. Kinderen met dus een stoornis in de type 1 interferon zijn niet in staat om het virus te klaren. En deze kinderen moeten dan net specifiek behandeling krijgen. Het toedienen van het type 1 interferon, bijvoorbeeld interferon beta, intramusculair, en toedienen van monoclonale antilichamen, antivirale therapie. Daartegenover hebben we dan de MIC. Dit is ook een ernstige COVID-19-presentatie bij kinderen. Meestal gezonde kinderen. Recente studies hebben aangetoond dat er mogelijk genetische defecten zijn in de regulatie van immuunactivatie. Het is vooral een hyperinflammatie die gaat optreden. En bij deze kinderen speelt een antivirale therapie geen rol, spelen monoclonale antilichamen geen rol, maar is vooral een immunomodulerende therapie, zoals daarnet ook toegelicht, cruciaal. En ook voor deze kinderen is het belangrijk dat we kunnen vermijden dat zij in contact komen met SARS-CoV-2 dankzij het vaccin. Ik wil dan ook mijn ganse team bedanken voor de voorbije 2 jaar. Dank u wel, Philomeen. Dan gaan we over naar Petra Schelstraeten, die vaccinatie van 5 tot 12-jarigen zal belichten. Dank u wel. Ja, het laatste stuk vaccinatie, heel veel vragen over. Zal ik maar starten met te zeggen dat wij als kinderarts eigenlijk heel blij waren toen in september het nieuws kwam dat we eindelijk een vaccin hadden, ook voor de jongere kinderen. Want onze ouders van de patiënten met risicofactoren zaten er echt wel op te wachten. Ze waren eigenlijk wel heel blij. Een beetje de historiek verder, dus dan volgde opeenvolgens de goedkeuring door de FDA en het EMA. En konden wij ook in begin december konden wij ons advies uitbrengen over de vaccinatie van COVID bij jonge kinderen in België. En wat waren daar de belangrijkste adviezen of aandachtspunten? Ten eerste ja, dat het wel heel belangrijk blijft om de volwassenen, degene die zelf het meeste kans lopen op een ernstige infectie, te gaan vaccineren en absoluut ook te boosteren. Dat het we absoluut aanraden dat de kinderen met comorbiditeiten gevaccineerd werden en dat het aan de andere kinderen moest aangeboden worden. Een heel belangrijke aangeboden worden op vrijwillige en individuele basis. De achtergrond achter dit advies was dat het enerzijds zeker een veilig en doeltreffend vaccin is, met vooral het doel eigenlijk van minder transmissie in de maatschappij te geven. Op dat moment, met de kennis die we toen hadden, zagen we als direct individueel voordeel eigenlijk eerder een beperkte voordeel, een beperkt voordeel in ziektewinst, maar vooral minder transmissie naar de directe omgeving toe, minder disruptie van dagelijks leven en natuurlijk ook breed maatschappelijk minder infecties en minder verspreiding in de maatschappij. We gaven al onmiddellijk aan dat er toch wel enkele belangrijke gaten in onze kennis toen zaten. We wisten eigenlijk nog niet of het vaccin, we wisten al dat het goed verdragen werd, maar we wisten eigenlijk nog niet, gaat het net zoals bij de tieners een verhoogd signaal van myocarditis geven? Ja, jammer genoeg wisten we nog altijd niet van,
beschermt het nu echt wel tegen hetgeen dat wij als toch meest ernstige vorm van COVID-gerelateerde pathologie bij kinderen zien? Beschermt het tegen een MC-vraagteken? Ja, de Omicron kwam net op, dus dat was al helemaal een vraagteken. Dus het was echt wel een moeilijke periode. En bovendien, naast deze vele vragen, voelde ook wel dat in de maatschappij een enorme wij-zij-tegenstelling was. Of ik heb het toch zo aangevoeld van, ja, we gaan hier toch de kinderen niet beginnen vaccineren. De kinderen moeten toch niet opdraaien voor de volwassenen die zich niet laten vaccineren. Dus in deze periode zijn we gestart. Anderzijds stond het ook in het advies dat we heel duidelijke uitleg moesten geven aan de ouders over wat verwachten we op persoonlijk vlak, op maatschappijvlak. Ja, maar natuurlijk, ik kan me inbeelden, met zoveel vraagtekens nog, de artsen zoiets hadden van, ja, wat moeten we nu eigenlijk gaan vertellen aan ouders? Hè? Er zijn toch nog veel vraagtekens. En daar wil ik de rest van mijn voordracht aan wijden, van kijk, wat is een beetje de achtergrond en ook een update van een maand verder, hè? Hoeveel meer weten we nu? En dit aan de hand van een aantal vragen die zowel over de ziekte gaan, over Omicron, de rol van kinderen in de pandemie, de zeldzamere bijwerkingen en dan de doeltreffendheid van het vaccin. COVID bij kinderen, dat is toch een milde ziekte. Dat is inderdaad zo. Voor de overgrote meerderheid van de kinderen is het een milde ziekte. We hebben jullie met de vorige voordrachten niet bang willen maken, maar anderzijds weten we wel dat MIS-C met een incidentie van 1 op 3000 à 1 op 4000 infecties bij kinderen toch wel ernstig kan verlopen. En dat ongeveer 60-70% van de COVID-gerelateerde ICU-opnames, de PICU dan, als gevolg zijn van MIS-C. Als we naar cijfergegevens in België kijken, dan weten we dat van het begin van de COVID-periode tot, dit zijn de cijfers tot december 2021, op het moment dat het advies uitkwam, er 135 kinderen opgenomen waren in de Belgische zieken, opgenomen geweest waren met COVID-gerelateerde symptomen. Dus door COVID eigenlijk, niet met COVID als een incidental finding. Maar meestal mild zieke kinderen, een mediane duur van opname van 3 dagen, maar toch 15% op intensieve zorgen, de helft van ongeveer MIS-C-patiënten. Geen overlijdens in die leeftijdsgroep. Maar ik wil hier al direct een belangrijke kanttekening maken. Dit zijn de cijfers over de PCR-positieve kinderen. We weten ongeveer 2/3 van de MIS-C-patiënten PCR-negatief is, omdat het een postinfectieus fenomeen is. Dus die worden niet gerapporteerd in de Cienzano-data en daar hebben we jammer genoeg in België ook geen volledige data over. Dus hier toon ik nog eens de MIS-C-data. Dus dit is resultaten die we voorgesteld hebben op de BVK, Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde-congres, begin dit jaar. Maakte toch een goede 60% van alle COVID-gerelateerde opnames op de ICU uit en 22% van alle COVID-hospitalisaties. Een mediane leeftijd hier, dus ongeveer de helft van de kinderen, was tussen de 5 en de 11 jaar oud. We hebben ook Europese cijfers en uit allemaal Europese data is berekend dat de kans, als je als kind COVID hebt, dat ongeveer 0,6% gehospitaliseerd wordt, 10 keer minder op de ICU. En bij een onderliggende aandoening, dat is wel heel belangrijk, maar dat heeft Jeff ook al goed aangegeven, heb je 12 keer hogere kans op hospitalisatie en 19 maal hogere kans op ICU-opname. Maar algemeen moeten we toch zeggen dat 78% van de COVID-opnames geen kinderen zijn zonder onderliggende aandoening. Dus als we zeggen een milde ziekte, absoluut. Hè, voor de meerderheid van de gevallen wel. Maar we mogen niet vergeten, MIS-C is zeldzaam, maar komt toch wel voor met een incidentie die niet te verwaarlozen is. 1 op 3000 tot 1 op 4000. Kinderen met een mediane leeftijd van 8 jaar. En die komen niet, toch al sinds niet in België, in de statistieken terecht. Ja, de fameuze Omicron. Wat doet die nu met kinderen? De landen die ons vooraf gegaan zijn, ja, die geluiden daar waren toch niet zo hoopgevend. Dus hier zie je
Engeland, Frankrijk en Spanje, maar werd daar gezien. Dus eind vorig jaar, begin dit jaar, het aantal gevallen SARS-CoV-2-infecties begonnen zowel bij de volwassenen als bij de kinderen te stijgen, maar daar waar bij volwassenen er veel minder opnames waren, een opnamestijging was dit niet het geval bij de heel jonge kinderen. Hè? Dus de 0 tot 5 jaren bijvoorbeeld in de UK. Daar ging eigenlijk ook een pijlsnelle stijging van het aantal opnames bij kinderen. We hebben dat ook gezien in België, met dank aan Philomeen om die grafieken de Cienzano-data te trekken. Dus hier zie je, dat is de blauwe lijn, dat zijn de 0 tot 5 jaren, die sinds begin dit jaar meer opgenomen worden. Een sterke toename van de stijging van het aantal opnames met COVID bij jonge kinderen. Ja, betekent dit dan ook dat Omicron ernstiger verloopt bij kinderen? Dat was toch wel een belangrijke vraag. We hadden zelf niet echt de indruk dat dat meer ernstig zieke kinderen waren. Maar meten is weten natuurlijk. En ondertussen hebben we een mooie... Het is wel een preprint artikel, maar een mooie data uit de Verenigde Staten. Waar ze een retrospectieve cohortenstudie gedaan hebben op ongeveer 80.000 kinderen. Die voor het eerst SARS-CoV-2 positief testen en ze vergeleken een aantal indicatoren van ernst volgens 3 cohortes. Dus vergeleken het aantal spoedopnames, hospitalisatie, ICU-opname en ventilatie in de 3 cohortes. Dus goede 7000 kinderen van de Omicron-periode, 62.000 van de Delta-predominant-periode en dan de ongeveer 10.000 kinderen van de periode net zo tussen Delta en Omicron. En gelukkig heel geruststellend, hè. Dus waren alle scores van ernst in de Omicron-cohorte significant lager in vergelijking met die van de Delta of de pre-Delta, de pre-Omicron-periode. Dus 29% minder spoedopnames, 2/3 minder hospitalisatie en ICU en ook duidelijk minder ventilatie. Oeps, dat ging een beetje snel. Ja. En dit heb ik ook uit een artikel gehaald waar een Engelse arts rapporteert van kijk, eigenlijk die kliniek bij die kinderen, dat valt nog goed mee. Oké, ze worden heel veel opgenomen, maar ze presenteren zich met respiratoire klachten. Ook wel valse kroep, bronchiolitis, ook opvallend koortssyndroom. En dat is hetgeen dat wij ook in België zien. Dus wat doet Omicron met kinderen? Ook bij kinderen verloopt Omicron minder ernstig. Er is wel een hoog aantal hospitalisaties, maar meer door hoge circulatie van het virus bij kinderen. En niet zozeer door de verhoogde ernst. En het geeft een kliniek die respiratoire of koorts is. In de ziekenhuisopnames hebben we trouwens ik denk ongeveer 50-50 als we hier naar het ziekenhuis kijken. De helft van de kinderen die opgenomen zijn door het virus en de andere met het virus. Wat we nog niet weten, daarvoor is het nog een beetje vroeg. Omicron verloopt zelf wel minder ernstig. Maar wil dat daarom zeggen dat het messierisico na Omicron-infectie ook minder zal zijn? Dat weten we helemaal niet. Hè. Dus we moeten er eigenlijk van uitgaan dat dat mogelijk ook een 1 op 3000, 1 op 4000, zoals de incidentie bij de andere, na de andere varianten was. Kinderen, die zijn toch niet de motor van de pandemie? Los van het feit dat ik niks meer over motor kan horen of niks autogerelateerd meer in kader van kinderen en de pandemie, moet ik toch zeggen dat de rol van kinderen in die pandemie in de loop van de tijd echt wel veranderd is. Hè. Waarschijnlijk door een combinatie van factoren, meer besmettelijke varianten of ook doordat de andere leeftijdsgroepen gevaccineerd werden. Maar hier zie je duidelijk dat in het najaar, daar waar kinderen ongeveer daarvoor eigenlijk, hier zie je de incidentie van het lager onderwijs, dat dat een beetje overeenkwam of lager was dan die van de oudere leeftijdsgroepen, dat in het najaar die incidentie op een bepaald moment zelfs dubbel zo hoog was als de incidentie in de rest van Vlaanderen. En uiteraard
die hoger aantal gevallen, meer risico op verspreiding, heel veel contacten ook. En dat is ook berekend in enkele modellen. Dit is het uit het ECDC, die berekend hebben van ja, hoe zit dat dan als er dan kinderen ook gevaccineerd worden? Wat geeft dat eigenlijk voor de algemene bevolking? En hier een berekening naar waarin ze aantonen dat vaccinatie van jonge kinderen het reproductiegetal in de algemene bevolking kan doen dalen met gemiddeld 11%. Ook in België hebben de biostatistici van Antwerpen en Hasselt heel wat berekeningen gedaan. Ik neem er maar één uit. Dit is eigenlijk een hypothetische model waarbij gekeken werd, ja, stel dat de kinderen tijdens de zomer waren gevaccineerd, dat kon niet, want het vaccin was er nog niet, had het een effect gehad op we moeten alles stellen, vierde golf. En dan was eigenlijk berekend dat als kinderen waren gevaccineerd geweest, dat die voor een belangrijk stuk die vierde golf had kunnen tegenhouden, indijken, afremmen, hoe je het ook benoemt. Dus kinderen spelen toch wel een belangrijke rol in de pandemie. Een rol die in de loop van de pandemie veranderd is. En dat de vaccinatie van kinderen kan helpen om de besmettingsgolf te vertragen, afremmen, indijken. Bovenstaande, dus de modellen die ik getoond heb, zijn uiteraard nog van de Delta-variant. En ik hoor dat ze volop bezig zijn met de berekeningen in het kader van Omicron. Dit meer over de ziekte en de rol en de Omicron. Maar is er ondertussen al iets meer gekend over de zeldzame bijwerkingen van het vaccin? Hier heb je een hele lijst. Hè. We weten ondertussen gelukkig heel wat meer. Ondertussen zijn er in Amerika al meer dan 8,7 miljoen dosissen toegediend bij die 5 tot 11-jarigen. En er zijn verschillende rapporteringssystemen, snelle rapporteringssystemen, waardoor we snel zicht hebben op die bijwerkingen. Je mag ze van mij op je gemak lezen, maar hetgeen dat ons natuurlijk vooral interesseerde, waren de myocarditisgevallen. En er zijn inderdaad 12 myocarditisgevallen gerapporteerd op een totaal van 8,7 miljoen dosissen in een passief rapporteringssysteem, het VARS-systeem. 12 myocarditisgevallen, waarvan 9 na de tweede dosis en opnieuw vooral mannen. Maar, wat ik ook wou aangeven, eerder milde gevallen, dus op het moment van rapportering waren de meesten of al thuis of nog aan het recupereren. En zo komen we tot een gerapporteerde myocarditis rate van ongeveer 4,3 myocarditis gevallen per miljoen dosissen vaccin, tweede dosis vaccins bij jongens. En als je vergelijkt met de myocarditis gevallen bij de oudere leeftijdsgroepen, dit is toch een pak minder en dit is toch wel heel geruststellend. Dus we weten inderdaad dus al iets over de zeldzame bijwerkingen van de vaccins, maar die vallen heel goed mee. Er zijn myocarditis gevallen vermeld, maar minder dan in bij de oudere leeftijdsgroepen. En dit is eigenlijk het nieuws waar we eigenlijk al lang op zaten te wachten. Is het vaccin wel doeltreffend ten opzichte van missie? Het lijkt heel logisch, maar het heeft lang geduurd eer we het wisten. Intussen weten we uit twee recente studies bij adolescenten dat vaccinatie de kans op missie met meer dan 90% doet dalen. We hebben een kleinere studie uit Frankrijk, waarbij 33 missie-patiënten van tienerleeftijd dat er 26 niet gevaccineerd werd en dat het niet voorkwam bij volledig gevaccineerden. En dan een grotere Amerikaanse test-negative case-control-study bij 102 missie-patiënten en 181 controlepatiënten met een berekende vaccine-effectiveness van 91%.
En ook wel interessant dat bij de niet-gevaccineerden 39% respiratoire of cardiale ondersteuning nodig hadden versus degenen die dan toch volledig gevaccineerd waren en MSI doormaakten, daar geen enkel die respiratoire of cardiale ondersteuning nodig gehad heeft. Ja, wat betekent dat nu voor de 5 tot 11-jarigen? We weten dat dat de leeftijd juist is waar MSI toch het meest voorkomt. Ongeveer 45% van de casussen bevindt zich in die leeftijdsgroep. En ik vond het eigenlijk heel interessant, in het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad hebben ze daar eens een cijfer op geplakt. Hebben ze gewoon, dat is geen hogere wiskunde of ingewikkelde biostatistiek, gewoon eens berekend van kijk, stel dat, of we schatten dat ongeveer 70% van onze kinderen al COVID doorgemaakt heeft en met een incidentie van 1 op 4000... We nemen dezelfde incidentie als voor Delta. Hoeveel MSI-gevallen hebben we nog te verwachten? In Nederland 100 gevallen. En waarvan minimum 90 kan voorkomen worden door vaccinatie. Ik heb eens die berekening ook gedaan voor België. Eigenlijk voor twee cijfers. Dus enerzijds weten we uit de recente Cienzano-data dat midden december 50% van de kinderen al COVID had doorgemaakt. En ik heb het ook eens berekend van stel dat bij ons toch ondertussen ook al 70% is van de kinderen die COVID heeft doorgemaakt, dan nog kunnen we ergens tussen de 70 en de 110 gevallen van MSI verwachten. Dus ja, inderdaad, het vaccin is doeltreffend ten opzichte van MSI. En dit is eigenlijk heel goed nieuws, want dit toont echt wel het direct effect, het direct gezondheidsvoordeel van vaccinatie voor de kinderen aan. Een ander heikelpunt. Is het vaccin wel doeltreffend in omicron-tijden? We weten ondertussen uit studies bij volwassenen, weliswaar na booster, dat die doeltreffendheid heel goed is ten opzichte van ernstige infectie met ziekenhuisopname. En de eerste data voor kinderen druppelen ook binnen met een vaccineffectiveness van 76% bescherming tegen ziekenhuisopname. Ja, het zijn zeer kleine aantallen waar we het nog mee moeten doen. En hoe zit het dan ten opzichte van infectie en transmissie? Dan wil ik jullie, als jullie het willen, de meest recente gegevens nalezen, dan raad ik aan om zeker deze blog eens te lezen. Met dank aan Philippe Beutels die het doorstuurde, waar je eigenlijk de meest recente data terugvindt. En waar hij ook heel aangeeft van, kijk, er is eigenlijk een beetje een dichotomie. Het vaccin in omicron-tijden, na booster, werkt heel goed ten opzichte van ernstige ziekte en hospitalisatie, maar toch een stuk minder ten opzichte van infecties en bijgevolg ook transmissie. Maar de vaccins blijven hun werk doen, uiteraard. En dan met dank weer aan Philippe dat ik zijn quote hier mocht noteren. Ik denk dat dit het heel mooi samenvat. Hè. Dus hij zegt van ja, het is geen reden om te twijfelen dat de huidige vaccins ook transmissie kunnen voorkomen. Hè. Doordat ze infecties kunnen voorkomen. En wie niet geïnfecteerd is, kan het ook niet verspreiden natuurlijk. En bij als je dan geïnfecteerd bent, als gevaccineerd, heb je ook een kortere duur van infectiviteit. Maar zelfs als het de kans op transmissie vermindert met zeg maar 30-50% gedurende één dag, dat lijkt een pak minder, maar op populatieniveau is dat wel heel belangrijk. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is om mee te nemen. Dus vaccins zijn inderdaad doeltreffend in omicron-tijden. We weten dat er hoge doeltreffendheid is ten opzichte van ten opzichte van ernstige ziekte en hospitalisatie, minder ten opzichte van infectie en transmissie. Maar zelfs met die verminderde doeltreffendheid ten opzichte van infectie en transmissie is er nog een belangrijk effect op populatieniveau te verwachten. Een laatste vraag die ik er een beetje als toemaatje bijgestoken heb, omdat we die vraag vaak in de praktijk krijgen, is: mogen kinderen die al COVID doormaakten het vaccin nog krijgen? Want we weten een terechte vraag, want we weten dat toch al minimum van 50% van de lagere schoolkinderen al antilichamen had voor de vijfde golf. Het antwoord is ja,
Dat mag gerust. Hè. Het moet wel best minimum 14 dagen na de COVID-ziekte of na genezing van de COVID-ziekte of na een positieve PCR gebeuren. We weten uit studies bij de volwassenen dat er iets meer systemische bijwerkingen optreden na vaccinatie, na een eerder doorgemaakte infectie, die vooral erger is naarmate je ernstig ziek geweest bent. Is er dus, ja, het mag. Is er ook een potentieel voordeel? Toch wel. En dat zit dan eerder in het voordeel van een hybride immuniteit met een breder en langduriger bescherming. Niet-immunoloog zijnde, ga ik toch eens proberen hier wat meer uitleg over te geven. Ook naar aanleiding van het feit, dus recent is er een mooi artikel verschenen dat aantoont dat kinderen een heel robuust en een langdurig immuunrespons na een natuurlijke infectie hebben. Een immuunrespons die beter is dan de volwassenen. Ik had zo de indruk dat er zo'n beetje een soort stellingenoorlog begon te zijn. Van ja, wat is nu beter? Is het de immuniteit na natuurlijke infectie beter? Is dan die na vaccinatie beter? Hè? Zoals collega Meijts uit Leuven ook in het krantenartikel zei, waarschijnlijk is gewoon de combinatie van de twee het beste. En het concept van hybride immuniteit, dus immuniteit na eerste natuurlijke infectie en dan nog geboosterd met het vaccin. En dit is mooi grafisch voorgesteld hier. Dus wanneer natuurlijke immuniteit gecombineerd wordt met de vaccin-gegenereerde immuniteit, krijg je een heel wat hogere antilichaamrespons en een bredere bescherming als gevolg. Heel veel dank aan Guido van Ham, die dat eigenlijk speciaal dit weekend toch nog allemaal samengevat heeft. Dus de resultaten van alle immunologische onderzoeken die er ondertussen gebeurd zijn. En bedankt ook aan Laura Cornelissen van Cienciale, die mij een grafiek doorstuurde die het ook allemaal zeer visueel maakte. Dit is eigenlijk de antilichaamrespons bij zowel mensen die werken in een RVT als de bewoners van een RVT. Dus deze waren dus een immuunrespons op vaccinatie. Deze groep had vooraf geen infectie doorgemaakt en deze wel. En dan zie je dat er toch een significant verschil is, een significant betere immuunrespons bij zowel de personeel als de residenten, bij degene die vooraf een infectie doorgemaakt hadden. Hoe vertaalt zich dat in de praktijk? Een preprint artikel recent van Goldberg, want dit is meer de immunologie en de immuunrespons, maar dit vertaalt zich toch ook in de realiteit en bij deze groep waarbij er gekeken werd wat het risico op herinfectie was in verschillende groepen. En daar werd gezien dat de groep met de hybride immuniteit, dus eerst infectie en dan vaccinatie, dat er de laagste kans was op herinfectie per 100.000 risicodagen. Ik geef veel referenties mee voor degenen die dat allemaal willen nalezen. En dan kan ik zeker ook de episode van Guido van Ham aanraden. Ik ben dus tot het besluit gekomen. We zijn een zestal weken verder. We weten ondertussen heel wat meer. We weten dat de vaccins veilig zijn, dat myocarditis echt zeer zeldzaam is, dat het doeltreffend is. En dat vind ik zelf persoonlijk de grote gamechanger hier. Het beschermt tegen MSI, het geeft ook persoonlijk voordeel. We weten ook dat Omicron een hoog aantal hospitalisaties geeft omwille van grote circulatie van het virus, maar een mildere ziekte is. De incidentie van MSI na Omicron is nog niet gekend. En wat de vaccinatie betreft weten we dat er een soort dichotomie is van doeltreffendheid. Volwassendata na boostervaccin. Doeltreffendheid is echt nog hoog ten opzichte van ernstige ziekte en hospitalisatie, maar lager ten opzichte van infectie en transmissie. Maar nog belangrijk op populatieniveau. En verder was ook het concept van hybride immuniteit vind ik ook zeer interessant. Dus als ik weer eens de weegschaal van in het begin erbij neem, dan is nog altijd een veilig en doeltreffend vaccin. Op populatieniveau zeker is er nog een voordeel van minder transmissie, maar er is een belangrijk direct individueel voordeel bijgekomen, de bescherming tegen MSI. Om tot het einde te komen.
Hoor je mij nu zeggen dat alle kinderen moeten gevaccineerd worden? Nee. Dus diegenen die mij kennen, weet ik dat ik niet de persoon ben om zo'n uitspraken te doen. Ik zie de absolute voordelen van vaccinatie, maar het blijft een individuele beslissing. Het is aan ons als artsen, hebben wij als taak om de ouders goed te informeren van onze meest recente inzichten en dan samen met de ouders kijken wat voor hun eigenlijk de beste oplossing of voorstel is. Belangrijk ook dat er geen discriminatie gebeurt op basis van vaccinatiestatus bij die kinderen. En ik persoonlijk vind het ook belangrijk dat er geen vingerwijzing is naar mensen die beslissen hun kind niet te laten vaccineren. Anderzijds moet ik ook zeggen dat ik van het weekend toch eventjes dacht, toen ik zo de betoging zag en hoorde dat er daar ook tegen vaccinatie voor kinderen betoogd werd, dan denk je, ja, hoe kan je nu tegen iets zijn dat vrijwillig aangeboden werd? Maar dit terzijde. We weten ook dat het een en-en-verhaal blijft. Hè. We weten dat het heel belangrijk is dat de volwassenen zich laten vaccineren en boosten, maar vaccinatie kan kinderen kan ook meehelpen. Het is geen of-of-scenario. Ik hoor Neil Hens graag zeggen, we leven eigenlijk in parallele werelden. En dat mogen we niet vergeten. We mogen ook niet vergeten dat geen enkel vaccin 100% werkt. Hè. Er zullen nog wel nieuwe varianten komen. Het blijft ook belangrijk om de gewone verloop, blijft het belangrijk ook om ook de andere maatregelen toe te passen. Hè. De goede ventilatie, de afstanden, de maskers, de hygiëne. En verder wil ik toch ook benadrukken dat we moeten er gewoon samen uit. We hebben maar één tegenstander en dat is het virus. Hè. En als ik dan toch helemaal mag eindigen met zo'n Steven van Guchtje. Ik kijk ook enorm uit naar de lente en de zomer en naar de periode dat SARS-CoV-2 gewoon een endemisch virus is. Liefst met niet te veel missie voor de kinderen. En we zullen alleszins uit deze periode heel veel geleerd hebben en veel meer dan over het virus alleen. Dank u wel, iedereen. Ik denk dat dit een zeer informatieve sessie was. Er zijn een aantal vragen nog en het zal niet verwonderen dat het vooral over de vaccinatie gaat. Dus ik vrees dat we vooral Petra gaan moeten aanspreken. Eén algemene vraag, en wie zich geroepen voelt, maar ik denk dat het ook Petra zal zijn, die kan antwoorden. Dat is algemeen, het gaat niet over de kinderen. Wat is uw visie op de huidige regelgeving waarbij na hoog risicocontact enkel met zelftest zou mogen gewerkt worden of school gelopen worden? Goh, als ik heel eerlijk ben, ga ik mij daar nu echt een keer niet over uitspreken. Ja. Allee, nog een visie meer. Ik pas ervoor. Ja, ik weet, binnen de pediatrische taskforce zijn er mensen daar heel hard mee bezig om samen met de mensen van het onderwijsveld en met alle de GEMS-leden een zo werkbaar mogelijke oplossing aan het uitwerken. En zij zijn dat heel goed aan het doen. En mijn meningske meer of minder worden we niet beter. Absoluut akkoord. Het ging vooral. Ik heb nog een vraag. Is het zinvol om. Maar ik denk dat ze alle wat beantwoord is deels. Is het zinvol om vaccinatie bij kinderen die recent COVID doorgemaakt hebben, gedurende een langere periode, en de collega's stelden die voor 4 maanden, uit te stellen om op die manier langere immuniteit te behouden? Misschien. Dan nu niet speciaal, maar als misschien mijn presentatie nog even terug kan komen, kan ik er wel op ingrijpen. Dus we hebben het hier veel over vaccinatie gehad, we hebben het veel over missie gehad. Het is eigenlijk de laatste dia. Och ja, na mijn bedank, dat ben ik vergeten. Ja. als je aan de dankdia. Dus ik wil nog eens tonen welk advies. Ja. Over missie en vaccinatie gegeven werd. Dat zal ik laten toelichten door mijn collega. Dus inderdaad, de vraag kregen we ook van wat als kinderen een missie hebben doorgemaakt. Eigenlijk tot voor vorige week was het beleid hier vanuit het UZ Gent en ook dus dit op basis van adviezen internationale van de Franse collega's om geen vaccins te adviseren bij kinderen die een missie hadden doorgemaakt. De reden daarvan was enerzijds omdat er heel beperkt, en ik wil benadrukken zeer beperkt, een handjevol casussen beschreven zijn bij gezonde kinderen die vooral na de tweede dosis een missie hebben doorgemaakt,
belangrijke kanttekening. Als je de details van deze papers naleest, dan zie je dat wellicht deze patiënten een asymptomatische natuurlijke infectie hebben doorgemaakt. Dus ik denk dat we moeten heel voorzichtig zijn met de conclusie dat een missie bij die gevallen is opgetreden na een vaccin. Maar op basis van die verhalen, en dan wetende dat natuurlijk een missie een ongecontroleerde ontstekingsreactie is, uitgelokt door een natuurlijke infectie, was de vraag wat door een vaccin, hadden we tot voor kort gezegd liever geen vaccin. Betere inzichten, beter wetenschappelijke resultaten en dan vooral een internationale samenwerking en vooral een samenwerking hier op nationaal niveau met de collega's van de Belgische pediatrische reumatologie en immuunstoornissen en ook intern, hebben we vorige week via de pediatrische taskforce dit advies gewijzigd met het volgende. Wanneer een patiënt een missie heeft doorgemaakt en is volledig gerecupereerd, hersteld van de missie, inclusief ook een normale cardiale functie, dat wanneer dat deze missiepatiënt immunoglobulines heeft doorgemaakt, dat we minimum 6 maanden wachten voordat een COVID-vaccin mag gegeven worden. Wanneer de missiepatiënt geen immunoglobulines heeft gegeven, dan mag die al na 3 maanden krijgen. Dus ja, vanaf heden mogen patiënten met een eerder doorgemaakte missie gevaccineerd worden, maar met een serieuze delay, zoals hier aangehaald. 2, is ook belangrijk dat we slechts 1 vaccin geven. Want waarom willen we die kinderen met missie vaccineren? Omdat we ook bij hen een langdurige immuniteit willen hebben. En hier pik ik dan graag in op het woord hybride immuniteit. Is ook van toepassing bij missiepatiënten. Dus vandaar dat we 1 dosis geven om een voldoende immuniteit te geven. Ja, doe maar, doe maar. Bedanken is belangrijk. Bedanken. Ja. Ik wou toch, we zijn begonnen met bedanking, maar ik wou toch eens bedanken, want ik heb heel veel gehad aan heel veel mensen die mij in kader van deze voordracht allerlei informatie doorgestuurd hebben. Ze staan hier, vrees ik, niet allemaal op vermeld. Ik heb alleen degene die ik persoonlijk ken erop gezet. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik ook van de stemmen aan de zijkant, zal ik het maar noemen, soms interessante zaken toegestuurd krijg. Maar ik wil vooral ook de UZ Gent bedanken voor eigenlijk altijd de goede, zowel logistieke als morele ondersteuning. En soms het nodige duwtje in de rug van... Allee, Petra, het is al lang geleden dat er iets over COVID en kinderen is geweest. En er zijn zoveel vragen. Allee, doe nog maar een keer een webinar. Dus ook dank daarvoor. Dan denk ik persoonlijk dat we kunnen afsluiten, want de meeste vragen zijn toch wel beantwoord. En we krijgen vooral heel veel dankjewels. Dus het is heel graag gedaan.